Goeiedag allemaal, welkom bij een vlog voor Zorg voor de Achterhoek. Mijn naam is Rob Hebink. Vandaag ben ik op stap in Groenlo bij Loïc de Dorsthorst. Wij gaan wat vertellen, of hij gaat wat vertellen over de zorgtechnologie in combinatie met de ouderen. En waarom deze mooie, bijzondere, we gaan even een rondje maken, deze bijzondere combinatie bij hem terechtgekomen is. Dag Loïc. Hey. Hoi, goeiedag. Hallo. Leuk kennis te maken. Ja, aangenaam. Ja, we hebben net al even leuk gesproken. Ja. Dus, kan je wat vertellen hoe jij als jonge, knappe man de ouderenzorg terecht bent gekomen? Jazeker. Eigenlijk een beetje per toeval. Maar mijn vader is hovenier en die had wat oudere mensen waar de tuin gedaan moest worden. En, ja. Uiteindelijk ging het van onderhoud in de tuin ging het naar, naar koffie drinken. En zo is eigenlijk mijn interesse gewekt. Ja. En ik vond altijd technologie wel interessant, dus ik ben op zoek gegaan naar een combi en die heb ik uiteindelijk gevonden. Ja, leuk man. En je zegt, dus eigenlijk was de intentie voor de groene vingers? Maar, in de basis wel. Ik vond het altijd heel erg leuk om mijn kleren vies te maken. Ja. Kan nu nog wel eens gebeuren in ouderenzorg, hè? Precies. Dus en zodoende, aldoende mijn leeftijd ouder werd, vond ik het steeds leuker worden om echt voor mensen wat te betekenen. Ja. En het menselijke aspect. En je doet dat natuurlijk ook in combinatie met de technologie, de zorgtechnologie. Ja. Je bent natuurlijk, als ik het goed zeg, vorige week, 2 weken geleden, de zorgestafette. Ja, in februari. Ja, de aftrap gedaan. Daar zit ook wel een stukje van jouw passie, hè? Ja, absoluut. Ja, voor mij ligt de passie echt in het waarde toevoegen voor de mensen waar ik zorg aan verleen door middel van technologie. Ja. Waardoor en mijn collega's weer meer mensen kunnen helpen en de mensen eigenlijk ook weer het gevoel hebben dat ze de regie in eigen handen hebben. Dus voor mij zit er vooral die combi, denk ik, dat heel veel meerwaarde in zit en dat we daar ook in de toekomst echt wel naartoe moeten bewegen. Ja, absoluut. Er absoluut. Staat nog wel een klus te klaar in. Ja, nou, dat is absoluut zeker waar. Maar jij zegt ook, je vindt het wel belangrijk om ook echt in het werkveld te blijven staan. Ja. En jij werkt nu in de thuiszorg. Ja. Wat merk jij dan als je het hebt over zorgtechnologie en corona, we komen er ook niet echt onderuit natuurlijk. Ja. Is het in een stroomversnelling gegaan of hoe kijk jij daar naar? Ja, absoluut. Ja, ik werk dan bij Sensieren en we waren er echt al wel lang mee bezig. Met name ook met beeldzorg en we waren ook echt wel bezig om dat op te schalen. Maar dat kwam eigenlijk nooit echt helemaal van de grond. Ja. Terwijl eigenlijk alles wel op papier al wel klaar lag. Ja. En eigenlijk in de coronatijd hebben we zo'n vliegersvlucht kunnen maken en hebben we op tot 400 companen kunnen opschalen. Waar mensen echt ook zorg door middel van die companen kunnen ontvangen. Ja. Maar met name voor mij de meerwaarde in zit is die vrijheid die ze hebben. En dat ze ten alle tijde die hulp kunnen ontvangen op afstand. En daarmee is en het risico op besmetting lager omdat wij er minder vaak over komen. En die klant die heeft de vrijheid en de regie om op zijn eigen moment die zorg aan te vragen. Ja. En je zegt ook minder vaak hoeft te komen. Dat is natuurlijk ook wel weer het lastige eraan. Want je wil natuurlijk juist dat menselijke stukje behouden. Ja. Hoe heb jij dat als thuiszorgmedewerker ervaren? Dat is altijd een lastig schouwspel. Maar ik denk als je goed je zorgplan opstelt samen met die cliënt. En heel goed uitvraagt van wat wil je nou eigenlijk bereiken in je leven. En wat zijn jouw doelen. Ja. En dan samen kijkt naar die doelen. En vanuit die doelen dan een middel of een interventie gaat inzetten. Dat, zoals dus het stukje zorgtechnologie. Dat zou een oplossing kunnen zijn, maar je kijkt natuurlijk altijd breder als professional. Ja, ja. En dat is ook echt wel het verhaal wat ik wil vertellen. Kijk, ik denk dat zorgtechnologie heel veel waarde kan toevoegen. En ik denk dat er veel meer kansen zijn op het gebied van zorgtechnologie dan dat die er nu worden gepakt. Zeker. Maar sommige dingen die daar past bij de mens die je dan voor je hebt, past een andere oplossing beter. En het is altijd goed om je blikveld breed te houden. Ja, nou mooi dat je daar zo mee eindigt. En jij zei straks al, je bent 23 jaar. Ja. Dat is een knappe jonge man in de zorg. Heb je dan wel eens een kleindochter die denkt, zo, oh mijn, wel geluk vandaag. Nee, toevallig. Oh, oké. Ik moet wel zeggen dat de dames nog wel eens het charmant vinden dat er een jonge man komen. Ja, nee, precies. Dat worden de krulspelden nog wel eens ingedaan. Oké, precies. Leuk man. Ik ben er niet. Oké. Loïc, hartstikke bedankt voor dit interview. Volgende week ga ik naar TZA. Daar gaan we ook echt kijken naar de zorgtechnologie samen met Ellen Te Meijer. Dus tot de volgende keer. Loïc, bedankt. Yes. Groetjes.